Danny Thijssen, nieuw voor, bij Cambuur. Waarom heb jij voor de club gekozen? Allereerst, ik wilde mijn seizoen afmaken in Nederland weer. En Cambuur is een mooie volksclub en ik heb aardig wat volksclubs gespeeld, dus dat ligt mij wel. Ja, je hebt SC Utrecht gehad, Go Ahead Eagles, daarvoor heb je gekozen voor het avontuur in Amerika. Hoe was dat avontuur? Fantastisch, dat was voor mij het beste en mooiste wat ik heb gedaan, zover in mijn carrière. Dat was ook echt mooi waar ik zat, San Francisco. En, gewoon heerlijk leven en goed gevoetbald. Ja, zou je terug willen daarna? Amerika. Ja, voor onbekenden raad ik het zeker aan om daar te gaan voetballen. Want je speelde niet op het hoogste niveau daar. Met wat voor niveau moeten we dat vergelijken? En ESL, het is verschillend. Het is niet te vergelijken met de Jupiler League. Het is wel veel. Het zijn sterk en snel, maar tactisch wat minder. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Miami en New York Cosmos die dan wel echt goed kunnen voetballen. Het is een beetje wisselend, maar wel een goed niveau. Hè? San Francisco is vaak goed weer. Dan sta je hier vanochtend op het veld en dan komt het met bakken uit de lucht. Ja, is weer even wennen. Min 20 weer op het veld vanochtend. En daar is het zon elke dag. Maar wel lekker hoor. Ja, je bent blij om weer op het veld te staan. Ja, zeker blij. En, ik ben ook alweer aan het weer. Dat is prima. Ja, morgen zit je nog niet bij de selectie. Wanneer denk jij klaar te zijn om bij die wedstrijdselectie aan te sluiten? Ik denk volgende wedstrijd dan weer. Niet de Eagles, maar de wedstrijd daarna. Ja. Thuis tegen MVV, je hebt het al gezegd. Volksclub, wat weet je van de supporters van hier? Ja, dat die aardig tekeer kunnen gaan. Ik zeg een beetje hetzelfde als Eagles thuis, denk ik. Dus dat is mooi. Ja, vind je het jammer dat je de wedstrijd morgen tegen Eagles al moet missen? Want ja, dat is toch je oude club. Denk ik ook nog veel bekender met bijvoorbeeld de Sandro Schenk? Ja, dat vind ik zeker jammer. Want er zijn nog aardig wat bekenden daar. En ik had graag gespeeld, normaal tegen mijn oude club. Maar het is even niet anders. En kijk, en dan zien we het allemaal weer.